Welkom bij Fotoplein. Ik heb het vandaag met u over de Next line-up. En we pakken hier zo nu de Next 6, het 1A hoogste model. Ga snel met u kijken wat er in de verpakking zit. Nou, we treffen bovenop uiteraard weer die geprinte handleiding aan. Hartstikke fijn, dat leest lekker. Nog wat flyertjes en uiteraard ook een stukje software om de foto's op de computer te kunnen archiveren en eventueel wat aan te kunnen passen. In de verpakking treffen we aan USB-kabel en wederom de voedingsstekker voor het Verenigd Koninkrijk en voor de rest van Europa een normale voedingsstekker. Dan hebben we de stroomadapter. Dit blokje, daar gaat dus die voedingsstekker in aan de ene kant en aan de andere kant gaat daar die USB-stekker in. Dan kan je dus de camera zelf aansluiten op het stopcontact om de accu op te laden. Er zit een nekband bij. Er zit een rubber bij voor over het oculair. Zodat uw oog wat zachter tegen de camera aankomt. En een lithium accu. Nou, dat was het uiteraard nog niet, want er zit ook een Next 6 in de doos. Met de 1650 Power Zoom Kit Lens. Hartstikke mooie combinatie. Dit is dus wat Sony allemaal in de verpakking doet bij de Next 6. Nou, dat is dus die Next 6 verpakking, dat zit er allemaal bij. Dit is de Next 6 zelf van Sony. Dit is dus wederom een systeemcamera, alle Nexen zijn systeemcamera's. Wederom wisselbare lenzen en wederom weer die super grote beeldsensor. Sony heeft in de Next 6 de bekende 16 megapixel beeldsensor gezet met dat gigantisch grote dynamische bereik en die hele goede signaal-ruisverhouding. Met andere woorden, vakantie in een donker kerkje een foto schieten op een hoge ISO stand, geen probleem, deze camera blijft keurig overeind. Achterop treffen we net als bij de Next 7 zo'n zoeker aan met ook weer een hele hoge resolutie zodat het beeld super scherp en rustig is. Uiteraard ook een klapschermpje. Nou, de Next 6 is op een paar punten anders en wellicht ook wel beter dan de Next 7, want we hebben hier zo een normale hotshoe bovenop zitten waar dus in principe meer en universelere accessoires op gebruikt kunnen worden. En we hebben, net als op de SLT camera's van Sony, een instelwiel waarbij we gewoon kunnen kiezen voor diafragma voorkeuze. En met het wiel eronder kunnen we dan vervolgens onze selectie aanpassen. Nou, er zitten twee automaten op, zoals op de meeste Sony camera's. Een intelligente automaat die zelf de scène herkent en zich daar ideaal instemt. En een normale algemene automaat die wat meer rekening houdt met standaard instellingen. We hebben op deze camera wederom weer de HD video functie. Full HD. Hij kan in 24p opnemen en met die hele hogere resolutiesensor die met hele slechte lichtomstandigheden heel goed presteert, zijn dat prachtige filmpjes. Het is dus een combinatie van foto en filmen wat je met deze camera gaat doen. Dedicated video knop uiteraard erop, hartstikke makkelijk. De camera werkt op een lithium accu en hij werkt met SD geheugenkaartjes. Je kan bij de Next 6 uit meerdere uitvoeringen kiezen, zoals de Next 6L. Die wordt geleverd met de 1650 Power Zoom lens. Op het moment dat je de camera aanzet, komt die lens naar buiten en kan je dus door de knop heen en weer te schuiven de zoom bedienen. Je hoeft dus niet aan de lens te draaien. Dit is met filmen stabieler en rustiger voor het beeld. Je kan naast deze lens ook zeggen, joh, ik wil wat meer zoom hebben. Dan kies je de Next 6i en dan krijg je deze prachtige 55-210 telelens erbij. Van metaal, lekker mooi gebouwd, net als de Next 6. En een groot zoombereik van 55 tot 210 mm. Zodat je ook bijvoorbeeld in het veld met herten die je wil fotograferen, alles wat je ziet mooi naar je toe kan halen. Dus je hebt dus een heel mooi, compleet, totaal setje van hele hoge kwaliteit in een heel compact jasje. Want daar gaat het om bij de systeemcamera's van Sony, de Next serie. Super product, hartstikke mooie camera. Ja, ik zou zeggen, doen.